Hallo allemaal en welkom weer op een gaming movie van Euro Truck Simulator 2. De dingen zijn gedaan, die Valentijns ritten. Ik heb er toch redelijk wat gedaan, ben ik wel blij om. En ja, dan gaan we maar eens kijken voor één gewoon lange rit te doen. Eens even kijken. Ja. Profiel is niet gekoppeld aan. Ah ja. Oké. Zie je dat? Dat lukt momenteel even niet. Moet vorige klikken. Vorige. Ik ga even verder helpen. En dan spel zoeken. Ah nee, klik daar eens op die. Met dat hoedje. Van onder. Die. Ah nee, wacht. Nee, dat is toch niks. Ga dan maar naar boven toe. Spel zoeken. En dan training. Voilà, training. Ja, en daar kun je trainen. Basistraining, voilà. Alsjeblieft. Dank u. Ah ja, mensen, ik ga ook muziek even opzetten. Voor jullie, natuurlijk. Eens even kijken. Hè. Oei. Ah, hier is hem. Voilà, Sam. Oei, ik ben nog iets vergeten. Voilà. Daar gaat een hele rit zijn. Oho. Maar daar heb je bij wel direct 106 euro erbij. Oké. Gaan we die doen? Hoe zat mijn vracht? Waar zat mijn vracht? Oei, mijn vracht zat al ergens anders. Wacht, eens even kijken. Escape. Moet ik eerst mijn vracht gaan halen, zeker. Oh ja. En ik kan niet sneller reizen, hè? Ja, nee, dat gaat niet. Oké. Dan moet het er even naartoe rijden. En op de autosnelweg ga ik het rustmoment inlassen. Allee mannetjes, Oké. Het begint al goed, na 4 minuten al te recorden heb ik al schade. Maar dat maakt niet uit. Allee, weer al. Het slipt wel heel goed hoor, die een vrachtwagen. Shit. Toch zelfs eens even naar een garage gaan. Hey.
let nooit op de snelheden, hè. Dat is een 136, 138 km per uur. Oh. Ja, het is goed. Maar is het mij nog wat moeilijker om te rijden? Ja. Dit is hoe snel dat die echt slipt, hè. Hoeveel tijd heb je daarvoor? Rustmoment plaats ergens vinden. Kom aan. Wow. Die was nice. Rijden in stijl. En dan ook gewoon een rustmoment inlassen. En dan kunnen we terug door. Bijna voor 1000 euro getankt, 950 euro's. Voilà, ik heb mijn rustmoment genomen. We gaan terug vertrekken. Go, go, go. Moment in het 11:30, oké. Okay.
van hun, hè? Ik kan niet wachten met hun. Dat staat er toch, gebruik KP underscore ja, INS. Ik vind dat niet op de toetsenbord. Dat was die 0. 0 en voor dan. Ja. Ja, ik moest even mijn vriendinnetje helpen. Kan ook gebeuren. Of moet ook gebeuren. Dat zal zeggen. Ze is ook aan het leren aan het gamen. Zij is momenteel Team Fortress 2 de training dingen bezig. Doorrijden. Nog 542 kilometer op de teller. Proberen mensen. F7. Maar mijn dingen moeten ook nog wat hersteld worden. Scrollen en dan een andere wapen kiezen, klik alsjeblieft volgende zit je al en nu heb je die nummering. Wow, 19.000, de wereld er vanaf. Oké. Hoe ver is het nu nog? Rijden. F5. Nog 589. Oh mannetjes. Dat is bijna weer meer. Hè. Ik kan alleen de opdracht nog cancelen. Eens even kijken. En voor een andere opdracht gaan. Voor een snelle opdracht is. Voilà. Tractoren gaan we vervoeren. Voor 79.003 euro's.
shotgun gebruiken. Is dat een shotgun? Ja. En dan schieten. Voilà. De schep. En dan moet het vervangen. Scrollen en dan tot je de schep hebt. Klikken. En dan slaan. Iets naar voren, ja. Weer een shotgun gebruiken. Hola. Een omslag voor 2500 kilometer. Oké, en ik reed met een man. Oké, ik zit aan de andere kant. Dat is heel raar. Maar maakt niet uit. Dat gaat ook. Maar dat ze wat aanpassen. Hoe lang heb ik de tijd? Resterend 70. En over 10 uur moet ik. Oh. Wacht, hè. Naar waar moet ik naartoe? Naar die kant. Oh. Voilà, we zijn vertrokken. Wacht, hè. Deze heb ik nodig, want ik moet dit hier hebben. Dit gaat een hele lange gameplay zijn, dames en heren. Met een paar rustmomenten. Ja, voor de vrachtwagenchauffeur. Want dat is toch een hele afstand hoor. Ja, we zijn ook nog even offline opdrachten bezig. Waarom? Omdat de server overbelast is van Euro Truck Simulator. Amai. Zie me maar eens gaan. Honderd en vier. Even op de rem gaan staan. Want het werd redelijk wel snel, hè? Mensen. Nog 34 uur en 10 minuten rijden tot aan de eindbestemming. Game time. Oei, dat was niet de bedoeling. Iets anders te doen. Maar dat lukt me niet. Voor die ene spiegel. Oh, nee. Ik ga even stilstaan.
Ja, sorry mensen, ik ben iets aan het proberen te zoeken. Voor iets weg te krijgen. Nee, dat is het ook niet. Die heb ik wel nodig, maar die en andere niet. Oké, dan kan ik mij hier ook wat hoger zetten. Voilà. En dan kunnen we terugrijden. En ik kijk gewoon mijn vriendinnetje bezig laten zijn. Dat komt wel goed. Er is iets, maar ik weet niet wat. Oké, we zijn terug vertrokken. Dat wordt het niet goed, de titer. We zijn bekend boven hoor. Nog 2441 kilometer te gaan, dames en heren. Dus dit wordt in de gameplay van 2 uur of iets langer. Oh ja, nog iets doen. Fuck. Ik ben het niet vergeten. Blijven oefenen, zal ik zeggen. En je komt er dan wel. Ja, ik was mijn kabelke te goed aan het leggen tussen mijn armen. Het is een ferme rit dat ik bezig ben. Die zijspiegel nodig. Kilometerjes maken.
Hoppa. En terug omhoog. En terug omlaag. Ik hoop niet dat jullie zeeziek aan het worden zijn. Want we zijn hier terug omlaag. En hier terug omhoog. Oei. Daar heb je in Engeland. Hè? Zo van die wegen. Moet je op annuleren klikken als het te lang duurt. Ja? Ah. En klik eens van boven spel zoeken. Ook al niet. Ctrl F4. Lukt dat ook niet? Nee. Ja, zit er al delete, hè? Weer al. En dan moet ik dat spannen. En dan moet ik de computer herop starten. Nee, dat zal ik wel doen. Oké. En ik zit hier tegen 94 km per uur te gaan. Moeten we eigenlijk de boot op? Dat weet ik dus niet. Ja. Holy shit. We gaan gewoon tot bij Polen. Doorrijden in één keer. Oké. Alles wel goed in de gaten moeten houden. Onze rusttijden. Nog 8 uur. Dan zitten we op 2. Dat is dan 6. 24 uur reistijd. Oké. Okay. Als we daar rond zijn, moeten we een rustplaats vinden. Ik ben dus benieuwd hoe lang dat deze rit gaat duren. Want dat is echt een helse rit. Maar ja, maakt niet uit, hè. Bovendien, dat is ook in het echte leven voor de truckers, hè, zo lang rijden. Dat ik 32 uur op hun bestemming aan te komen. Wel een hele mooie brug. Wauw, 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 wauw. Thank you.
Scroll op in het dak. Ja, mooi. Ziet dat van een uitzicht. Wauw. We zijn al een half uur bezig. En momenteel nog altijd geen schade, dat is heel goed. Ik zou wel eens bij een tankstation moeten gaan stoppen, man. Wat gaan we nu doen? Ik moet redelijk wat kilometertjes rijden, dus dan mag die goed vol zijn. Voilà, en terug vertrekken. Go, go, go. €1,500, ja, nee, ik moet nog eens tanken. Als het bijna leeg is. Ja, dat is aan 0-0-0. 0% damage, dat is goed. Ik heb wel mijn GPS nodig. Hè. Ja, zo even rijden. Ik zal daar waar ik bezig ben. Dus we gaan zomaar één rit doen vandaag. En dan zijn dan meer dan kilometers genoeg dat je dan hebt gereden vandaag. Hier wat ik ga doen, mensen. Ik ga hier ook de livestream opgooien. Voilà.
Niet vergeten, de chat gaat er zo meteen bij komen. Voilà. Oh ja. Ik ben nog even, kan nog iets doen, dan... De floor is lava opgepast, jawel. Ik ben een paar nog aanpassingen bezig. Ja, hallo, kom aan, dat ziet iedereen. Oh, come on. Al de meldingen. Nou ja, dan hebben ze het maar gezien, hè. Ik ben er zo meteen terug. Niet zo erg. Moet maar tekenen. Nee. Hallo kijkers, voilà. Ik ben terug. Gaan we onze rit wat terug verder zetten. Een rit van 2300 kilometer nog. Ik ga die eens even voorbij steken. Hij is live. Wat? Ja, Anthony belt en hij pakt op. Ah. Hey, Greta. Ja, amai, je ziet er wel goed uit voor een collega van Dimitri te zijn. Ik vind dat, ik mag dat zeggen als ik dat vind. Ja, oké, moet dat zeker zeggen. Beste mensen, ik ga even de microfoon muten.
now and see. Don't hide away the things you're feeling. Unlock your mind and lose the key. There's a universe inside you. You should never have to hide. I can see the stars inside you. Please just open up your eyes. Hallo kijkers en welkom op een livestream midden op een werkdag. Ik weet het, bla bla die dat. Ik heb nog geen intro kunnen doen, dus welkom. Vergeet al zeker niet te liken. Ik ben een hele lange rit van meer dan 2000 kilometers aan het voltooien. Deze gameplay gaat ook dan later ook nog online komen. En ik weet niet als er al iemand iets heeft gezegd op YouTube of zo. Nee, oké. Dus we zijn nog altijd goed bezig. Dus heb je vragen of zo, stel ze gerust. Ik beantwoord ze wel. En de eerste 10 minuten of 12 minuten kon ik niks zeggen. Omwille van een vriendin van mij, die had iemand aan de lijn. En dat was even iets privé. En daarbij dat ik niks kon zeggen in mijn livestream. Ik ga live en ze bellen in één keer op, En dat, ja, je zit al 1 of 2 minuten al live en dan beginnen ze al te storen. Ja. Wat moet ik dan doen, mensen? Wat moet ik dan doen? We gaan zelfs ook nog de boot op. Dat staat ook nog op de planning van deze rit. De boot op. En hoe is het hier bij iedereen? Alles ça va? Ook op die ene kijker, alles ça va? Waar gaan we eigenlijk de boot op? Dus even kijken. Oh, Dover. Dus we moeten nog tot Dover rijden. Oké. Okay. Dus als we de naamplaatjes Dover tegenkomen, ben ik al blij. Dan gaat nog wat kilometertjes zijn. Ik heb al 1 achter is al achter de rug. Allee, auto, steek dan mij voorbij. God, mijn jaden onder je.
En ik zal de chatbox al clearen. Oh my god, echt wel. Hop. En zo'n commentaar, die wil ik niet. En ik heb al een andere moderator hoor, Exo. En het is niet Bert. Auw. Het is niet Bert. En zoals je niks anders beter te schrijven hebt, zo van die dingen, gelief dat privé te houden, dank u. En niet openbaar. Weer al zoiets negatiefs, brolkanaal. Echt waar, man. Zo van die woorden, houd dat voor je eigen, man. Voilà. Het is weer gekleerd. Kijk hoe lang dat deze rit duurt. We zitten al onder de 2000 kilometers, daar ben ik wel al blij om. Maar nog altijd wel boven de 1000 kilometer en 900. We moeten voorbij Londen. Uur, man. Kan het me dat is 6-6. Hoe lang kan ik nog rijden? Nog 4 uurtjes. 4 uurtjes, oké. Dus dan gaan we deze nog skippen. Nu richting Grimsby. Denk ik. Ah oh nee, toch niet. We proberen omhoog boven te geraken.
Als er iemand vragen heeft, stel ze gerust. Welkom hier bij Psycho TV. We gaan meer livestreamen, minder vlogs maken. Maar wel meer livestreams doen. Ook overdag, als ik niet bij ben, zal ik ook eens een livestream doen. Ook met lange ritten. Ofwel is een spelletje Counter-Strike 2 of een andere game. Noem maar op. Maar probeer ook, als er bijvoorbeeld bij Eurotruck Simulator 2 evenementen zijn, dan probeer ik die ook wel dan te doen. En ook tot een goed eind te beëindigen. En ik weet zelfs niet eens waar mijn gsm is. Wat blijft? Ah, heeft de OCMN nog niet gebeld? Nee. Oké. Okay. Geen tweede oproep? Nee. Oké. Één ding. Ja? Als je met deze loop klaar bent. Ja? Zou je dan met hoe noemt hem? Anthony. Eurotruck, ja. Een game willen spelen, want jij hebt in een vorige livestream gezegd gehad dat je dat ook eens wou doen met hem. Dat wel, ja, maar dit is een rit van 2400 kilometer. Ik ga maar één rit vandaag doen en dat is redelijk veel. Want kijk eens hoe lang dat ik al eigenlijk al aan het rijden ben. Al een uur, hè. En ik moet nog 2 uren rijden. En dan nog eens aan de verruim. Dan ben ik... Oh, jong. Schatteke. Ja? Je moet niet heel altijd klagen. Ik heb gezegd dat ik mijn best ging doen. Oké. En eigenlijk vind ik wel dat je dat moet doen, want hij probeert ons te helpen. Dat weet ik ook wel, maar Anthony, vraag het dan ook vroeger alsjeblieft. Oeh. Want ik ben nu al een uur al aan het rijden. En ik ben 22 minuten wel live, maar ik ben al te voor beginnen al op te nemen. Ja. Ja, ik heb deze nacht gesloten, voel maar. Ja. Ah, je zat dan in de koelkast, dat wist ik niet. Nee, was die nog open? Ah ja, ik ben toch juist naar de brievenbus geweest. Ja mensen, nu hoort je ook dat ik ook tegen mijn vriendinneke bezig ben. Juist. Dus ik ga nog eens even zeggen, Anthony, ik ben hier in een rit van meer dan 2000 kilometer ben ik bezig. Ik ga die ook eens laten zien. Wereldkaart. Ik weet niet, als je het ziet, hier ben ik begonnen. Dit moet ik nog helemaal doen. Dat heel dat roodstuk. Dus dat is ook nog redelijk lang dat ik ga livestreamen natuurlijk. En ook de opname is ook al bezig. Dus ik ben nu al met de opname van een uur bezig. Voilà, dan weet je dat. En wat voor spel speel je? Eurotruck Simulator 2. Of Farmville speelt hem ook. Maar dat speel ik weer al niet. En wat is ja, zo gelijk op land dingen, granen. Ja, zo gelijk een echte boer leven. Ja, dat ken ik. Dus mama speelt dat. Oké. Kijkers, welke spel spelen jullie graag? Laat het eens even in de chat eens weten. Oei, 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 oei. Ik zie Anthony iets zeggen, maar ik zie dat je niet doorkomen. Refresh, wacht hè. Je moet nu, het nu niet doen. Bij de volgende livestream samen een rit doen. Maar nu even gewoon. Kom maar even in Discord crew chat. Gewoon nu even rust. Ik heb ook al de gans weekend ook al veel mensen rond mij gehaald. Dus ik wil even. Dat is een dagje daarom. Of licht? Ja, 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 ja. Jawel, maar ik voel gewoon, deze weekend was het al heel druk.
ik wil ook eens ergens dat het ook rust is in mijn hoofd, dat ik eens chill heb. Klopt, is niet erg, voilà. En welke kant moet ik nu uitrijden, want ik heb het nu niet gehoord op mijn GPS. Ik moet naar mijn pijltjes kijken, ik moet van rijvak veranderen. Oké. Ja. Ik ga sowieso ook nog zeggen, ik heb mensen... mijn schat gaat zelfs ook even praten. Dan gaat je haar alleen horen, jammer genoeg. Want zij zit dan wel in een spraakkanaal. En ik niet. Ik wil gewoon even rust hebben. Denver nog 155. Oh. Is dat bij mij of bij u? Ja. Te laat? Wie was het? Ja, dan kom maar terug, maar dat weet ik toch niet wie dat is. Ah, zo bedoelt je. Ja. Oké. Ja, de YouTube-chat komt niet altijd door bij alle chats. Ik kan dan met die multi-stream. Ik heb het wel gereboot. Ja, nu zie ik het wel. Ik moet nu toch... Wacht, hè. Hoe lang kan ik nog rijden? Ik kan nog één skippen. Nog één ga ik skippen. Oh, oh, oh. Dat wordt een risico. Dat wordt echt een risico. Zo, nu gaan. Nee. Up. Ik hou van risico's. Over. My life is over. Ah, oké, dat is goed, Anthony. Maar je kunt... Ah ja, ik kon toch niet samen met u rijden, want de Euro Truck Simulator 2 servers zijn overbelast. Ik ben ook offline bezig. Je gaat dan zelfs wel zien dat de servers overbelast zijn. Holy shit. En op mijn GPS, hè, komt er toch. Zo. Voor de tanken of voor de slapen tegen. Ah. Nu heb ik het wel nodig. Hoort je het? Nog een uur en een half. Oh, dan vind ik wel een rustplaats.
Het was maar een nipte, denk ik. Ik had eigenlijk wel naar die Anthony moeten luisteren in de chat. Ga nu, ga nu, ga nu! Nou zit ik nog in touch. Shit. Better run tum 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 tum. Ja ja, truckchauffeur, je mocht direct wel gaan slapen. Wacht eens, ik ga het wel toch eens even kijken hoor, als ik er nog in de ratten iets tegenkom. Ja, hier. Oh my god, dat is. Wacht hè, hoe ver is dat eigenlijk nog? Shit. We zijn een ring bezig. Ik hoop dat ik eraf geraak. Ik denk dat ik nu echt aan het nagelbeten ben, mensen. Die uur is niks meer, hè, mensen. Die uur is niks meer, hè. Ik heb angsten dat ik er niet ga geraken. Dat weet ik nog niet. Die is aan de telefoon. Mijn manneken is rood, hè, mensen. Mijn manneken is echt vuur rood, hè. Ik ben nu echt aan het vliegen, hè. Dat weet ik ook niet, hè. Ze is op komst, Anthony. Als het haar lukt. Dat gaat lukken. Is er geen te lange brug. Je ziet, ik probeer zo snel mogelijk te zijn. Ja, ik zie de punt. Het blauwe ding van 1, dat is goed. Dan heb ik nog. Oh.
15 minuten. Dat gaat me lukken, dat gaat me lukken, dat gaat me lukken, want dat is daar al. Ik zie het op, in de verte. Oh yeah, het is mij nog gelukt ook nog. Het is mij nog gelukt ook nog. Nice. Oh yeah. Zit ik erin? Ja, yeah, oké. Okay. Dat is Anthony. Voilà, we gaan terug eens vertrekken, mensen. Jawel, 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 jawel. Ja. Welkom op de Eurotruck Simulator gameplay en livestream. Zowel livestream als een gameplay ben ik op aan het nemen. Ja. Ik moet dan nog sowieso nog één keer terug gaan uitrusten. Het is binnen 10 uur, dat is dan nog 11 uur rijden. Ik denk nog 2 nacht rusten dat ik moet gaan inlassen. We zijn al sowieso al naar Dover of zoiets aan het rijden, dacht ik. Dover. Even kijken, want ik zie daar wel al de ship staan. Ja, Dover. Weer zo'n scherpe bocht. Ik haat dat, hè, zo'n scherpe bochten. Voilà, ça. Dan maar continu rechtdoor. Pam 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 pam. En die gaan we zo meteen voorbij steken vanaf nu. Pam 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 pam. Gaat mij dat lukken? Ja, 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 ja. Dat lukt het. Met droef, oef, goed. Ja, 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 ja. Oef, oef, ha, ha. I, ha, i, o. O, ha, ha, ha. Dankjewel voor mijn zangtalent. Ik heb in mijn spiegels gekeken. Zo'n vrachtwagen, je ziet dat er een andere vrachtwagen ook komt. Rem dan toch wel even wat af voor mij op te laten dan.
Nu zijn we te Pekan voor de boot op te gaan. Of al met de trein, ik weet het niet. Ik denk met de boot. Oh nee, het is met de trein. Ik zal direct komen helpen als ik op de trein zit. Zit je op mijn Discord server? Ja. Oké. Okay. Gaan we naar onder? Ah, dat gaat zo niet. Oké. Als hij dat kan. Anthony, je moet Bea als admin maken, maar dat kan dat kun je niet. Dus dat kan hij niet. Want dan kun je ook niet met hem praten. Ik ben even bezig, mensen. Even dat op pauze zetten. Je ziet dat ik van al. Dit is hier een one-man channel dat ik hier van alles. Op een eentje moet nemen. Zo, maar welkom en regels. Waar staat je? Heeft hij hier al rechten gegeven? Nee, je staat offline. Ja, ik sta offline. Beheren, wacht, rollen bijwerken, voilà. En dan opslaan. Maar gezien moet je nu meer zien. Alsjeblieft. Hij is al aan het spelen. Ja, maar niet bij mij. Voilà. We gaan nu eens van de trein af. Hallo. Nog 1422 kilometer. Wesser. Hoort u in Even geduld, hè, mensen. Even geduld. En nu? Hallo, 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 hallo. Nee, wacht. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Dat is de microfoon kapot. Hallo, 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 hallo. Nee, het werkt niet. Wacht even.
Heb je dat gevraagd waarom dat al los is, staat van boven? Nee. Hoor je mij nu? Nee, het wordt niet groen. Kapot. Ja. En ik heb geen ander. Wacht, pas op eens. Even geduld, mensen op de livestream. Ik ben er zo meteen terug. Ik ga even mijn vriendin helpen met haar microfoon in te stellen. Ah ja, ik heb hier zo geen dubbele plug-in. Test, 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 test. Wacht, die zijn nu aan het vaststellen, die zijn aan het zoeken. La 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 la. Ik moet het even anders doen. Ik neem het zo één ding. Anthony, het werkt niet bij haar. Die kan geen microfoon. Moet je altijd alt en main plaatsen? Oké, sorry. Het is alsof ik een kind ben. Ja, dus Anthony dan. Ja. Ik ga naar de kamer, want ik kan toch niks doen. Wat blieft? Oké. Okay. Dat is niet erg. Nu is het nog 1422 kilometer doorrijden. En dan stop ik er echt mee voor vandaag. Wacht eens. Zullen we zorgen dat Bea kan praten? Ben je beter binnengekomen? Ik heb hier nog een microfoon. Ja, oké. Van die hout even niet te groeien, maar ja, dan is er wel een microfoon voor de volgende keer.
Oké. Het is de ingang. Oké, ik ben terug. Ik ben terug, mensen. En nu voor de volledige rit nog. Ik heb niet gekeken als ik over ging steken, sorry. We zitten terug op de autosnelweg. Ik ben ook moe hoor, mensen. Ik ben echt nog altijd back off van de land gisteren. En je moet al denken, ik ben al een uur en een half bijna aan het rijden met tussenstukjes erin. Dat ik mijn vriendin aan het helpen was. Altijd maar rechtdoor nu richting de finish. En dan zit deze livestream er ook op. Maar het is nog een hele stuk hoor mensen, het is nog een hele stuk, 1300 kilometer. Dus als jullie vragen hebben in de, op de chat, stel ze maar gerust. Oh, wacht hè. Ik ga eens even een pause break doen. Oké. Okay. Ik was dus even aan het kijken naar de chat, maar daar is dan niks meer bij gezegd. Oké. Ik heb de Blue Yeti aan haar gegeven. Daar kan ze ook mee praten. Dan weet je dat, Anthony. De 70 gegaan. Oké.
Voilà, we zijn nu ook op de livestream een uur aanwezig. Hallo allemaal. Zowel op Twitch, Facebook als op YouTube. Drie kanalen. Maar dat gaat binnenkort wel minder zijn dat ik alleen nog maar op twee kanalen zichtbaar ben. Dat is nog op YouTube en Twitch. Omdat daar het meeste chats en al ook doorkomen. Dus wat je mij blijven volgen en zeker in de Facebook kijken, dan zal ik zeggen schakel over naar oftewel naar Twitch als oftewel naar YouTube. Moet jij weer niet werken? Nee, ik heb vandaag een verloftask ingevuld na een gaming evenement. Doe ik dat altijd 's maandags een verlofdag invullen. Voilà. Dan weet je dat. En waarom bemoed je u daarbij als ik ga werken, ja of nee? Waar moet je u eigenlijk mee, Scorita? Ja, nee, ik wil. Voor mij opkomen, Scorita. Ik wil dat ze niet meer van mij lachen en al. We zitten in België. België. Ja, ik wil gewoon. Dat ze niet meer met mij lachen. Ja, sorry. Sorry, Scorita. Mijn excuses. Dus mijn excuses aanvaard. Sorry, sorry, sorry. Ik hoop niet dat hij weg is. Ja, ik ben al terug geïnstalleerd na Fommeken. Maar het was wel redelijk laat dat ik was terug geïnstalleerd. Home sweet home. Yes, 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 yes. Omdat ik in Engeland ben begonnen te rijden. Kijk maar, wacht hè. Ah, dat ziet je niet meer. Ik ben dus hier begonnen. Dit hele stuk heb ik al helemaal gereden. Dit. En nu zit ik hier te rijden tot hier. Dan weet je dat. Ik kom vanuit Engeland. Wacht, misschien dat het hier wel op staat. Ziet je Groot-Brittannië? Van Aberdeen naar Krakow, Polen. Ah, we zijn om 12 uur vertrokken op de LAN-party. 12 uur. Wacht hè. Hoe laat ben je gisteren vertrokken? Heb je en Bea niet meer gezien? Heb gehoord dat jullie ruzie hadden? Is alles bijgelegd ondertussen? Of wil je dat privé houden? Dat blijft privé. Ik zie hier dat in de chat nog staan dat die exos zegt dat jij 700 subs hebt, maar YouTube, ik zie maar meer dan 4000. Snap het niet, zoet. Dat is zo gezegd dat gekochte subs zijn, maar ik weet het niet. Hoe lang kan ik nog rijden? Een kwart uur. Het heeft er altijd veel strijden nog, first one. Dat is een schat van een. Allee. Het heeft een hele goede innerlijke karakter. En. Ik kan ook meer zonder haar.
1.161 kilometer, mensen. Dus als er nog vragen zijn, stel ze gerust. Want ik ben toch nog even live. Blauw Altuke, jij blijft daar, hè? Ah. Ik ga toch bij het volgende tankstation toch eens tanken. Hopelijk zit ik dan onder de 1000. Ah nee, als ik onder de 1000 kilometer moet rijden nog, ga ik naar het tankstation toe. En ga ik daar eens tanken. Ja, dat weet ik, maar toch doen ze het ook. Vlaamse strijder. Ja, dat is al waar. Dan zal ik al heel veel boetes krijgen. Ja. Door mijn hoestvlaag heb ik gebotst. Dus zo snel zijn ik gebotst. Oh my god. Ja. Oh. Nee, ik had een krets in mijn keel en daardoor moest ik heel zwaar hoesten. Toch geen schade. Nee, ik ga je toch niet negeren. Ben je toch niet aan het negeren? Oh, ik moest aan de andere kant. Oh. Zal ik er nog geraken? Ja. ...1121 kilometer moeten we nog rijden. Dan gaan we dat ook nog goed doen, hè. Jawel, ik heb toch daarop geantwoord, Alevator. Oh, wat een kus. Mijn aanhangwagen 100% beschadigd. Mijn EP heb is 50% beschadigd door een stomme hoesje.
Dat leeft. Ik denk dat die heel erg gek is die gaan mee hebben. Nee, laat maar. Ze wil niet zo goed. Oké. Ik zal het zeggen dat niet. Ik ga toch nog proberen tot op het einde toch nog door te rennen naar Krakau met mijn oplegger die helemaal beschadigd is. En mijn goederen is ook 50% beschadigd. Ja. Elevator, kom aan, stoppen. Ik ga even instellen. Nee, nee, nee. Ik ben gewoon mee aan het kijken. Ja, nee. Ja. Moet je dan controleren? We zijn nu naar Düsseldorf aan het rijden. We moeten toch sowieso nog één keer een dingen gaan invoeren in nachtrust. Toch geantwoord, maar heet het ook al niet. Moet je wel. Wacht hè. Je moet wel wat meer interactie hebben met uw chat hoor. Ja. Zie je, rijden en chatten gaat niet tegelijkertijd. Ik zou vragen en 9 op de 10 antwoord jij niet. Ja, ik antwoord nu toch wel gewoon. En je ziet, als ik vragen ga antwoorden, dan begin ik ook al. Dan moet je niet aan mij vragen, dan moet je aan haar vragen. Gedaan, Camdesk, dat ik op FOM was. Ik vind het ook zeer spijtig gezegd dat ik na al die jaren van nog altijd geen VIP ben. Ja? Wat is je over Timmy? Ik wil Timmy trainen, dat is duidelijk.
What the fuck? Okay. Ik moet nog ergens een tankstation zien te vinden. Sorry, ik zal mijn micro muten, maar dan hoor en ik we zitten al onder de 1000 kilometer, dus dat is goed. Oh, hier was ik even aan het slippen. Ik verwacht van dingen dat hij ook gaat. Ik ben nu richting Frankfurt aan het rijden. Ik zei het toch? Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe je dat moet instellen. Elevator. En we houden VIP in. Ja, daar weet ik ook wel wat VIP de afkorting is hoor. Maar wat krijg je dan op Twitch? Tankstation hebben we. Ik zal er altijd wel tegenkomen, hoop ik toch. Waar zijn al je admins eigenlijk naartoe? Gaan lopen! Ja. De telefoon. Mama. Ja, mama. Ja, mama. Je zit wel op de livestream, hè. Ik ga die wel eerlijk zeggen, hè. Dat iedereen u hoort. Jimmy, ja, dat kan ik nu niet. Nee, dat hoeft niet. Alleen maar de sandwiches. Straks morgen.
Ja, maar papa komt mij toch morgen halen? Yo. Voilà. Heb je het? Oké. Okay. Je ziet hè mensen, ik Echt waar. Als ze mij storen, dan crash ik tot en met hè, met mijn wagen. Ja, nee. Echt waar. Ja, maar ik vind het wel op de manier hoe je dingen zegt. Wacht daar. Allee vader, dat doe ik niet. Als je erachter vraagt, dan krijg je geen admin. Admin moet je verdienen. En die krijg je niet zomaar. Als je erachter vraagt, dank u. Maar ja, ik ben ook al zo lang fan van Milan Knol. Moet ik dan ook aan Milan Knol dan vragen, zeg, mag ik dan ook admin krijgen dat ik al zo lang fan ben op jouw Discord server en al? Dat gaat toch niet? Kijk, jij vraagt erachter dus. Nee, je verdient het nu niet. Zo is, moet je niet vragen aan je vader. Zo ben ik ook, ik ga je heel eerlijk zijn, zo ben ik ook admin geworden op Kinderlines. Op dingen, op Chat2BE, noem maar op. Wat moet je doen? Oké. Okay. Wow. Is van DC, hè? Ah. Wow, van DC. Yeah! Even de Eurotruck. Van die twee heb je de kussen. Ja. Nee, vader, ik heb alles onder controle. Dag. Oh ja, ik ben heel moe. Mijn benen zijn heel zwaar als ik wandel. Nog 790 kilometer. Ja, je hebt deze weekend kilometers gewandeld. Nee, je wordt niet zwart gemaakt, Alivator. Waarom zal ik je zwart maken? Het is niet alleen als ik dat niet gedaan. Ik kan dat niet op 1, 2, 3, hè. Je trekt verder lezen nog, wacht, dat is deze. Ik help u en je doet dat ik niet genoeg ben. Heel leuk dit. Allee vader, je kunt misschien wel goed zijn, maar je vraagt erachter continu, nu ook weer al onrechtstreeks. En dat is niet de bedoeling, je moet dat gewoon verdienen en niet achter hunsteren. Zo krijg je het niet. Want zo ben ik ook eens ooit admin geworden op Chat2BE.
nog op QuakeNet of verschillende kanalen van IRC en al. Maar wel van dat ik er niet achter vraagde. Hallo. Ik heb het gehoord hoor. Ik ben geen tankstation meer tegenkomen. Overdag slapen doe ik niemand aan slaap. Dat is nog 41, oké. Kom ik nog net. Ja, maar ik kan hier mijn benen opstrekken en dan komt ze op de kussen kijken. Een fiestakje. Een powernapje. Oké, we zijn er nu bekend voor de bank. Een betere woord. Oh. Weet je wat het is, hè? 500 meter. Die emoties, hè? Dat maakt een mens ook niet. Hier nog snel voorbij steken. En als ik te veel prikkels op me af krijg, dan word ik soms zo gek in mijn hoofd, waardoor het dan begint te flippen. En dat is iets wat niet goed is. Ik weet niet hoe ik mijn hoofd moet rustig krijgen, want ik pieker ook zo heel de tijd, zonder dat ik door heb over wat ik pieker, weet je? Dat is Bea. Hoe gaat het hier? Hoe was de Fondimi? Het was heel goed geweest. Het was leuk en al. Meer heb ik er niet op aan te merken. Oeh, moet daar naartoe. Oh, dat Vlaamse strijder mijn stem niet herkent. Amai. Ja, amai. Hoeveel liter gaat er gewoon niet ingaan? Ik zit al aan 500. Met 600. 900. 600. 700 liters gaat hier eigenlijk in. Amai man. En nu ga ik ook nog... Ik ga jullie laten, want toen jullie nog verder kunnen praten. En dan ga ik even kijken. Ik ga hier nog een rustmoment inlassen, dames en heren. Voilà, we gaan nu tijdens de nacht ruilen. Het is 4:15. Hoeveel kilometers moet ik nog rijden, dames en heren? Dat ga ik direct weten. Nog 992 kilometer. Voilà. 685. Voilà, dat is al beter. En hoe lang mag ik rijden? Oh, dus ik kan nu aan één stuk door blijven rijden tot ik bij de eente station ben. Oh yeah. Dus niet dat jij op Vom leuk vond dit weekend, zei iedereen dat je er zat te wenen en ruzie was. Er was ook al wat ruzie, maar dat bleef privé. Ik heb geweend, dat bleef privé. Waarom dat ik heb geweend, dus daarbij dat bedoel ik dan dat het privé blijft. Maar voor de rest was het wel een heel leuk weekend. Ik heb ook nieuwe vrienden daar ook gemaakt. Dankjewel voor die kansen. Nu zijn we richting Berlijn aan het rijden, Berlijn.
Dat is wel eigenlijk wel een pittige rit hoor, dames en heren, is echt een pittige rit. Mijn vaart is helemaal beschadigd, hè mensen. Zie je, als ik daar eens keer dat ik van rijvak veranderd en al heb, zet ik continu mijn pinkers aan. Hè. Pinkers, 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 zelfs hier in het game. Hier een hele leuke tunnel. Wacht, hè. Ah, klein tipje. Zeg, kan gebeuren. Nee, iedereen heeft andere emoties. Pinker aan, maar wel 130 km per uur rijden met een camion terwijl die maar max 90 mogen in België halen. Gelukkig jij wel pinkertje aan en uitzet. Ik wil je sowieso zeggen, ik hou mij op alle limieten hier behalve de snelheidslimiet. Daar hou ik mij niet aan. Omhoog van een vanzelfsprekende duurt deze rit twee keer zo lang. Nog 600 kilometer te gaan. Zal ik nog onder de 13 geraken, 13 uur. Dus ik kom nu aan op 13 uur 22. En ik ben in Engeland begonnen hè, met te rijden. Zijn er nog vragen mensen? Stel ze gerust. Ik beantwoord ze met liefde. Kijk, we zijn echt heel mooi onder die 13 aan het gaan. Hè. Nice, 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 nice. Er zit iemand in YouTube chat. Oh, wacht. Ja, de YouTube chat komt niet meer erdoor. Ja, sorry. Soms komt de YouTube chat er niet door. Dacht hij me, leuk dat je op vorm was. Ja, dat heb ik allemaal gelezen. Macaroni met kaas en nest stel ik voor om te eten. En YouTube chat, nu komt Gutter Walter terug door. Nu kan ik jullie ook terug... lezen. Soms moet ik eens refresh chat doen. En dan zie ik alles terug. Dus wat de Vlaamse strijder op het laatst heeft gezegd, dat zie ik dus even niet. Vlaamse strijder, kun je dat nog eens even zeggen? Maar mag ik geen hesp eten, Dimi? Dit is, dat is harem. Wat is harem? Wat is harem? Ik ken dat niet. Haram. Hè? Het is haram. Haram. En wat is haram? Voilà. Oké, dat is nu in orde, ja. De laatste 500 kilometer zijn nu ingegaan. Twee termen zijn daarbij belangrijk, halam en harem. Halal, rein, verdoegen zal ik geven aan. Oh my god, ik kan dat dus niet, hè. Hij geeft, geeft aan wat voor moslims toegestaan is en haren. Geboden of wat voor bijvoorbeeld is. Oei, een moslim ben daar geen fan van, om eerlijk te zijn, sorry. Hè. Omdat dat ik dit moet zeggen. Vorige week iemand in Brussel parlement komen zingen uit de Koranboek. Ik vind dit niet kunnen.
Dat tussen jullie twee, daar kom ik niet in tussen. Ik kan niet in één rit doorrijden. Laat maar, ik zal wel mee vervelen. Nee, ik moet er ook voor mijn vriendinneke te zijn. Nee. Ik kom toch naar de kamer, ik zal wat daar filmpjes kijken. Stom computer met toch niet. Anders zou ik. Zoiets moet je niet vragen, kom. Daar ga ik toch niet op antwoorden. Daar antwoord ik niet op. Je moet ook niet bij Laagje Vlaamse strijder. Zal je ook uitleggen als u het niet op de Vlaamse strijder? Voilà. Goed gezegd eigenlijk, schat. Goed gezegd. Als Fatima lastig... Wat heb ik dus? Doet het hier. Ik heb gewoon een map meestal, dus dat... Zal ik je eens een map van die ogen verkopen? Denk je dat jij dat leuk vindt? Wat dan? Ja. Daar lag je niet mee, Vlaamse strijder. Ik ben tegen 150 km per uur aan het rijden, amai man. Nog 390 km. Hamza. Gewoon een pion mee. Vlaamse strijder. Shit. Met 360 kilometer, dames en heren. 360 kilometer. En dan is deze livestream ook tot het einde. En deze gameplay ook. Dankjewel om naar deze gameplay te kijken. Van ongevallen tot het einde. Want mijn vracht is helemaal kapot. Met een kapotte vracht naar de eindpunt gaan. Maar ja, je moet het uitrijden, hè. Je moet het uitrijden.
Voilà, we rijden Polen in, de laatste land. We verlaten Duitsland. En terug tegen 103 km per uur al. Als jullie nog vragen hebben, moeten ze jullie nu beginnen te stellen, want ik ga richting het einde van de rit. Nog 300 kilometer vanaf nu. Nee, ik heb niet het eiland gekeken. Als ik tv kijk, is het maar voor één ding, dat is voor familie. Kom aan, ik wil er voorbij. Okay, let's go with. Ze door een bosje nemen, waardoor dat ik even tegen de kant ga. Hola, hola, ik was aan het slippen, hoorde ik het. En ik heb weer schade, zie maar. 7% en 53% schade nu aan mijn vracht. Oh my god. Oh my fucking god. Allee, ga aan de kant. Ja, aan de kant. Coming through. We blijven eigenlijk levensje even snel rijden. Ja, ja, ja. Begin hem in te halen. Nee, dat is de andere kant dat ik nodig heb. Ja.
Ah, deze gaat niet. Ah. Snel zijn. Hup, zet er een. Wat schade. Alright, come on. Hup. Oh mannetjes. Ik moet ook dringend beginnen naar de wc te gaan. Ik ben nog niet naar de wc gegaan tijdens dat ik hier die gameplay aan het opnemen ben. Of al deze livestream aan het doen ben. En dat is al 12 uur voorbij. Amai. Ik ben nog aan het rijden. Oei, ik kan niet meer sneller dan 60 of wat. TP, hè? Zalke. Hey, first last. Als er nog vragen zijn, moeten ze nu gesteld worden, want ik ben richting het einde van de stream ook aan het gaan. Dan zeg ik u even erbij. Ik ben niet ziek, ik ben niet ziek. Hey Bart, Bart, ik kan gewoon Bart zeggen. Ik ben niet ziek, ik heb gewoon een verlofdag in Zelke. Jung Selleke. Let ook eens op wat je typt. Hey Fantube. Amai. Zoveel mensen nu in een keer online. Hallo allemaal. Als jullie nu allemaal aan het eten zijn, laat het lekker smaken. Ik ben nog altijd niet op mijn eindbestemming. Nog 118 kilometer. Hamza, jij zit geen admin. Hier komen we terug aan Peter Tol. En ik was al terug 100 en aan het rijden. Ja, je profiteert ervan waar geen staat, hè. Hop, 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 go, 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 go. We zijn zo nu de laatste 100 kilometer zijn gegaan. Vergeet zeker niet een duimpje naar de motor toe. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. En begin ook niet om in de belletje te drukken. En dan blijf je het op het horen wanneer dat er een nieuwe livestream is.
of video op een vlog online komt. Ja. Mij gewoon volgen op Twitch. Volgen op Twitch. Of hoe ze dat ook noemen. Volg mij op Twitch. Hoi hoi, more information. Huh? Uit het niets bots ik. Huh? Nice bug. Hadden jullie dat gezien? Dankjewel, Fat Missy. Maar ik vraag me af van. Hè? Ik heb toch juist niks geraakt? Oh, zitten we hier nog weer op in een tol? Ik raak dingen dat ik er niet zijn en al, ik snap het niet. What the fuck? Bezoek werkplaats, ja, dat ga ik niet meer doen nu voor de laatste 49 kilometers. Ja. Oké. Okay. Na 44 kilometers en dan zit de livestream erop. Meer van dit. Oké. Okay. Zal er zeker van komen. Wanneer ik terug live ga, daarvoor de belletje, hè. Zet de belletje aan dan zie je wanneer ik terug live ga. Want ik heb nog geen officiële vaste livestream data en tijden. Nog 35 kilometers en dan is het gedaan. Donderdags niet. Donderdag heb ik al lang geskipt. Dat maakt me meestal moe. Nu ben ik eens aan het opletten, hè. Ja, ah, oké. Okay. De laatste 25 kilometer. Zalke. Mm-hmm.
Hey, Anya. Oh, ik zit aan de verkeerde kant. Oeh. Even iets stoots doen. Ik was hier te ver afgedraaid. Dag, Young Silicon. Dankjewel om deel uit te maken van deze livestream. Ik zie jullie allemaal de volgende keer terug, want we komen aan hier op het bedrijf. Alsjeblieft. Roekeloos, ja. Oh, min 180. Ik verdien dus niks. Zo snel mogelijk. Allee, tot de volgende keer allemaal. Yo.